Hallo iedereen, het is weer tijd voor een update eindelijk. Het is nog steeds geen nieuwe skill, die komt waarschijnlijk pas volgende week uit, aangezien aankomende vrijdag de BTS video erover is. Nick, jij bent slim, duurt toen in ieder geval lang. Oké, wat vind jij lang? 2 meter, 3. Maar goed. En ook voor de mensen die graag alle rewards willen bij de Battlefield of voor de Battle for Lumbridge, spaar alvast die tiers, want ik heb die andere emotes gekocht in tier 2. Ga ik even laten zien. Kijk. Oh. Ik kwam net dat zonder icoontje ervoor. Zie je, dit is, en die kostte 9000 erbij. Dus die motor is 3000 en ik heb 9000. Dat ging al mijn ding. Hij is echt 3. En dan ja. Het is langer dan 3 meter. De quest. En ik moet ook zeggen, de laatste tijd heb ik niet zo'n RuneScape boost gekregen of zo. Meer League of Legends iets. Was dat ik meer mee. Waarbij als jullie het echt willen, ook nog ooit een video van maken. Maar ik ga beginnen met de quest en ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik kom bij Falador. Het is een rework van de Black Knight Fortress quest. En dit is zeg maar ook een quest van free to players. Ja, er komt een combat gevecht in voor. Die moeilijker is, tenminste, is relatief. Dus dat wil zeggen, hoe hoger je level je bent, des te moeilijker de fight zal zijn. Ik zal dus niet het moeilijkste gevecht krijgen volgens mij, want ik ben geen 200 combat. Oké. Ik kan op de site zien waar ik trouwens moet beginnen. Ik zit gewoon eigenlijk wat te gokken. Hey, rup. Wacht. Speak to Sir Owen in the Edgefield Monastery. Het is niet hier. Ik heb ook een beetje lag nu weer. Nu ben ik terug ook trouwens mijn range keer vanwege dus de Battle of Lumbridge. En zo. Vergeet daarop niet te stemmen. Dan krijg je extra bonus XP. En deze quest is vol gevoiced en zo, hoorde ik al. En dat soort dingen. Wauw, hij is best. Niet zo heel veel zin in. Moment. Ah, daar is hij, Sir Owen. Die moeten we hebben. Full voice owls, oké. Zie je, hij is vol gevoiced. The owl hoots at midnight. En ik zal het gesprek zeg maar skippen. Oh, en nu zal er iets gebeuren. Hij is zeg maar niet zijn contactpersoon en je hoopt dat hij te vinden, maar hij kent dat wel van Burgtoop. Die is een beetje iedereen zou moeten hebben gedaan. En daar is Sarah Domen. Nog een keer, want eigenlijk is hij nu op twee plekken tegelijk aanwezig. Mighty Sarah Domen. It is an honor to bear witness to your glory of all the days to neglect. Oké, nou een beetje zeg maar, dan zeggen, yo, ik ben Zaros en yo, we moeten hier elkaar op plaats van te buigen en dat soort dingen. Moet ik eigenlijk hier een armor pakken en zo? Ik kan nog eens zoeken, leuk, ik kan nog wat zitten erin. Jammer. Ik moet het aandoen en dan moet ik weer met Sarah Roman praten. Nou, je hebt een keuze om vast naar de Black Knight Fortress te gaan, die trouwens flink vergroot is sinds de update. Ik heb hem zelf nog niet gezien van binnen, alleen in de video natuurlijk. En ik vind hem er echt wel verbeterd uitzien, zo op dit punt al. Proceed to the tallest tower of the fortress and recover the weapon at any cost. Oké. Okay. Captain Dawson! Yes, Captain. It's just that I thought you were upstairs, sir. Oh, I didn't see you leave the fortress. And what are you doing with the Knight of Sarah Domen, sir? Okay. Even kijken. Ik moet de balk daar linksboven, waar mijn poppetje op staat, dus jullie misschien half kunnen zien. Oké, ik ben benieuwd. Oh, another captive Sarah Domenist. Well done, sir.
Shall I prepare a rack in the interrogation chamber for your prisoner? Oh. As you wish, Captain. I shall keep you further. 20% ben ik verdacht, zeg maar. Well played. Now let's find a way up to the next level. Okay. Go. Inzien. We moeten omhoog. Captain Dulcet, why is this prisoner not under guard? Ignore hem. Captain Dulcet, sir. Oh, dat was niet goed. Ciao. Captain Dulcet, why is this prisoner not under guard? Praat eens nog bij mij. No, sir. No, I merely... Absolutely not, sir. That won't be necessary, sir. Ah, oké. Je moet gewoon zeggen, ik denk dat ik zwak ben. No. Oké, dan kunnen we nu verder en zien. We kunnen die kant op, maar ik vind die kant leuker, want daar is een deur. Yeah. En hier kunnen we waarschijnlijk omhoog. Climb upstairs. Captain Dulcet, sir. What is it? I'm sorry to bother you, Captain, but prisoners are not permitted on the upper levels. Another Sarah-Dominist captive, sir. Ha, ik mag hem opofferen. Mooi, die was dus goed. Very well, praise be to Zamorak. Please continue up the stairs, Captain Dulcet. Oeh, ziet dat ook uit. Kan ik nog hoger? Ga eens hierin. Nou, ik had hier eigenlijk nog iets verwacht. Ah, daar is een trap. Ah, Captain Dulcet. You have arrived at an opportune time. Are you ready to receive the mark of Zamorak? Splendid. Remove your helmet. Sorry, turn after. Ik kon niet mijn helm afdoen, weet je? Is niet handig. Very well, Captain Dulcet. I will strength through chaos. You may proceed up the southeast. Oh, dat was alles goed. Ik heb meer, nog minder 5%, nog maar 15% over. Dan weet je, ben ik helemaal niet meer verdacht. Time up. Excuse me, Captain Dulcet. I cannot permit a Sarah Dominist to access the upper levels of the fortress. Sacrificed? Sir, you stand before the altar to Zamorak. Sacrifice helpt niet. Oh, snap. Excuse me, Captain Dulcet. I cannot permit a Sarah Dominist. For what purpose? I see. It's a long drop from up there, Sarah Dominist. You'll talk if you know what's good for you. Yeah, we're weer omhoog gegaan. Oh, Lieutenant. Captain Dulcet, I have grave news. The magic circle has ceased to function, and I can find no trace of your witch. I fear our operation has been sabotaged, sir. We have lost contact with the artifact. Stand aside, I will handle this. Yes, Captain. I shall detain the prisoner while you investigate your chamber's attic tower. Captain Dulcet, with respect, sir, I must... Enemy agents may have infiltrated the fortress in disguise. Who?
Oh. Yep. Thanks for the distraction. You might want to see if he's carrying anything useful. The captain's quarters are just up ahead. Yeah, coins. We can't leave witnesses. As you wish. I hope. Now, let's investigate that attic tower. The captain's quarters are just to the north of us. Allemaal dragonhoofden. Nee, hier is een ladder. Gewoon hoek. A ritual chamber. A dark aura pervades the room. Look, up there. A magic circle. Inactive, thanks Saradomin. Someone has tampered with it. I hope not. Circles such as this one are normally used to summon and bind otherworldly creatures. I find it unlikely that Saradomin would seek an artifact so strongly aligned with Zamorak. What should we do now? Now the best is. We expected to find Saradomin's weapon. There seems to be only one path available to us. Complete the ritual. Okay. Indeed. Were this spell to summon forth a powerful demon, we could unleash a great evil upon Asgardia. Yet I see no alternative. I wonder if Saradomin knew what we would find here. Yes, you're right. We must trust that this ritual will summon forth the artifact we need. All the materials we require should be somewhere in this room. Okay. Never mind. Search coal box. Nou, coal misschien hebben we dan nodig voor iets van vuur of zoiets aan te steken. Nou. Box of candles. Candles zijn misschien wel handig. Ja, zie je. Misschien iets van kleren, ritueel kleren. Sjaal zal misschien niks opleggen. Nou, lijkt wel wel. Oké, repair ritual cirkel. Oké, wat was. Beetje riet. Ladder. Good idea, but the glyph is quite unintelligible. We have to find out what symbol used to be drawn here. Dat symbool. Yeah. I know not what the spell shall conjure, but it is if we do not, our enemies shall complete the ritual and use this path. Be prepared. Good thinking. It'll be much easier to refer to the book's contents if you take it with you. Ja, dat neem ik ook mee. Oké, nu moet ik hem repareren. Vind jij van clumsy footsteps? Oké.
Wat? Ik wil nog even kijken. Dus kijk, ik zie daar boven een driehoekje. Met een hoekje ernaast. En daar ga ik op richten. Nou, het is allemaal niet. Even kijken of ik dan dicht in de buurt kom. Ik denk deze. Als je hem draait heb je het driehoekje met dat ding. En je stond op zo'n stuk. En dan deze, die hebben dan hier bij die punt. Deze heeft hem ook bij een punt. En deze heeft hem daar, dus het is deze. Yeah. Nu red candles en zo. Oh, je moet ook zelfs zo kijken, dus ik heb het wel gelijk. Het gaat helemaal om hoe ver die cirkel buitenom gedraaid moet zijn. Dan moet je dus gaan kijken. Ook aan de hand van de cirkels. Nou, ligt ze aan. Oké. Waar is mijn Sir Owen? Oh, daar. The symbol you've drawn doesn't quite match the one in the grimoire. Nou, waar. Oh nee, zit daar op dat hoekje. Oké, je hebt gelijk. Was deze roep? Was deze? Nee, hè? Was het deze? Of was het deze? Het was deze. Bij mij was het rechtsboven dus. Zo. Chant over. Oké. Okay. Check grimoire. Ah, oké. Okay. Veritas Silenti. Herra. Oké. Okay. Veritas Silenti. Jarra. Veritas Silenti. Silenta. Sepulchrum. Sepulchrum. Yeah. Check. Arum. Narea. Imperium. Arum. Narea. Imperium. Arum. Narea. Imperium. Yeah. Ik ken nu alleen de laatste nog. Agasak. Permanit. Ik bedoel. Oké. Agasak. Permanit. Igarsak, Perdemi, Ebulam. I don't think we said all of the magic words in the correct. Wel waar. Okay, ik praat met jou. We need to light all the candles. Oh ja. Di-di-di-di. Nee, ik wil nog een keer licht geven. Zo. We need to chant words of power over. Noordwest. Dus eerst was het. Oh, wacht, ik moet gewoon 1, 2, 3 doen. Nu eerst 2. Arum, Narea, Imperium. Arum, Narea, Imperium. Arum, Narea, Imperium. Eens zien, dan moeten we nummer 2 doen. Veritas Silentai. Huh?
Veritas. Silentai. Helle. Veritas. Silentai. Sepulchrum. Igazak perimit ibram. Sak perimit ibram. Igazak perdemi ebulam. Ooh. We maken klaar voor het gevecht. Oké, okay. Bank. Even kijken, die wil ik gaan bewaren. Die ook. We gaan met Melee. Dat is cool. Zo, die. Die. Oh, ja, die ook. Die met zo'n gloves. Zijn die. Dat is mijn look van mijn... die ook heb ik nog, hè? Ja, die draag ik nog. Ha. Hey. Dus kijk, shield heb ik niet. Je aura draag ik niet. Ik wil mijn aura dragen. Daar zie je. Zo. En ik wil nog even mijn lamp doen. Zo. Beetje food meenemen. Beetje food. Maar Monkfish doet wel. 300. Past niet. Tap 1. Dat is mijn two-hand man mode. Hey. No idea what horrors await us. Yet we must step forward into the unknown and find the weapon before the Kinshra. May the light of Saradomin protect us. Okay. Moet hier vechten. Ah, was ah, wat ah, wow, ha, stun, was ah, oké, tactiek, kwijt, eigenlijk gewoon kwijt. Kom dan. Het geluid. Broederschapsgeluid valt wel eens weg, dat is natuurlijk minder. Welke level is die eigenlijk? Daar staat hij niet bij. Stun. Yeah. Ik heb trouwens ook geen prayer, zie ik. Oh, daar is het geluid weer. Yeah. Man out! 5000, niet slecht. Je zit met Sir Owen. Ben je al bijna dood? Kom, we maken hem af. Bam!
Yay, geld. Good. You have the key to the... A lock cage. Thank you for rescuing me. I'm so grateful. What is your name, sir? Nolnik 5. You fought with great skill. I helped as well, you know. I could probably have taken them all on my own. Yay, ik krijg al aan. I'm Dawn. I'm a sister of St. Elspeth. Is it niet van die, I was on a pilgrimage from the Abbey to Edgeville Monastery when our caravan was ambushed by black knights. They slaughtered the caravan guards and dragged us back to their fortress. Sister Lara died of infection in their horrible prison. Aww. Last week they brought Sister Esther, Father Magruder and I up to the captain's quarters and took us through a portal in the app. They didn't tell us where we are. Dit is interessant om te horen van jullie. Mooi, ik hoef dat geloof ik niet meer aan te horen. Ik ga hierin, in het oosten, want daar was iets gebeurd. We'd best not venture into this tomb unprepared. Dawn could have valuable information about... We should learn all we can from... Hey, Google Map Mode. Oké, ik weet alsnog niet wat erin zit, alleen dat er iets waarschijnlijk iets in zit. Dus ik snap niet waarom ik niet eerst Map Mode mag gaan. Gewoon bam. Hier, kijk. En ik heb bam. Niks aan de hand. So many bodies. Hundreds of Saradomin's followers have been inhumed in this crypt. They died fighting in the God Wars, that we might know peace. About our mission. Ah. Ker. Nou daar. Daar kan ik preken. Lijkt een beetje op de altaar van Commander Ziliana in de Kortwars Dungeon. Open. Yeah, Strength XP. Enter. Come closer, interlopers, and face judgment. Ik denk dat Saradom is, denk ik. Het is een beetje blauw. Talk to. Hello. It is my sacred duty to protect Elora's wand. Leave this place or be judged. Wow, gorgeous to I must ensure you have the strength, intellect, and purity of heart to bear my burden. I guardian. Sense that it's true. Guthix has given you the power to stand against the gods. Such power is dangerous if not wielded with virtuous intent. I must test you. Before you can reach the wand, I must test you in battle. Okay. You must kill me. Aww. You will merely destroy a manifestation of my immortal spirit. I will feel no pain. Okay. When a new champion arrives, I will materialize again to test their might. Such is my burden. Few have defeated me before. All of them failed the trial of virtue. I fear that none are virtuous enough to return my centaurs to life. Bring it! Duurt lang. Kijk, echt zeg Owen, je moet echt een keertje naar die combat training gaan ofzo, want je doet echt 0,0 damage, man. Oh, kijk, ik kan mijn W doen. Oh, misschien beter om één kunnen doen, dat is best veel HP. Want als ik mijn kweek zeg maar raak doe, dan gaat de... Oké. Ciao. Oh, nu kan ik weer terug in, hè. Bam. Bam, ik ga eens mijn kweek doen en die is raak. Dan gaat daar defense met 5% omlaag. Als de defense 90% of meer is. Nou,
nou, aangezien hij nog 100% was, het is nu 95, dat kan langzaam weer teruggaan. Dus uiteindelijk je op, zeg maar, zorgen dat hij 14% lager is. En dat scheelt nog best wel. Oké. Oké. Wil ik hem hebben. Bam. En bam. En bam. Bam. Overigens, Assault doet altijd 4 hits. En veel mensen denken van... Niet. Ik denk dat het is. Hey, geld. Oh, ik ben rijk van dit gevecht. Oké. Voel dit maar. Oh, die viel mij. Haasten. Oh, dat kun je niet. Dan is die damage. Ha. Oh ja, ik kan ook de damage verlagen met die. En ik kan ook dit doen. En Woe! It grieves me to have battled one who gave her life for Saradomin's cause. But we must complete our mission. The way is open. Let's find this wand before it falls into Zamorak's hands. Oh, wacht. Oh. That certainly looks like the wand Fern mentioned. Now, how do we get... We should carefully... Dutch tile. The Owl of Wisdom. Okay. A courageous lion. Oh, snap. The Nimble Rabbit. Okay, inspect. His outstretched hand has been reduced to a twisted, bloodless stump. Inspect sister. Her palms have been cut, yet there's no sign of any blood. It's like her wounds were cauterized. Is er iets dat wij kunnen gebruiken om ergens achter te komen? Volgens mij niet. Het is een puzzel waarbij ik ga falen. Ik ga waarschijnlijk dood. De vraag is alleen, kan ik ook bij iets anders beginnen? Kan ik ook hier beginnen? Ja. Ja, dat kan. Oh, zo. Is de memory. A white knight. Ah. Bam. A matching pair. Die is nieuw. Die ook. En dan krijgen we nu alleen maar matchings waarschijnlijk. Die was daar in het midden. Dat is de white knight. Oh, die wing, dat was deze. Het paard was in de hoek. De leeuw was naast de uil aan de rechterkant. Oké, een Star van Saradomin is een van deze drie en ik gok de middelste. Dat dat B is. Ha! Even kijken, dan hebben we de rabbit, dat was in die hoek. Ah nee. De rabbit was deze. Mijn fout. Ik heb niet goed opgelet. Zo, nog eentje. Hoppa. I'm glad that's over. Well done. Only one seal remains. The sister of St. Elspeth said that this ward requires the blood of one who is virtuous.
Your valiance is matched only by your piety. Are you sure you wish to breach the ward with your own blood? Yeah. If you are not pure of heart, the ward will utterly destroy you. Yeah. May the light of Saradomin shine upon you. Gewoon doen. Ik ben de World Guardian. Ben ik kuddings dood geweest. Ik heb Saradomin ontmoet. Ik heb Samurak ontmoet. Sliske! Oh nee. Bijna. Dawn! Thank you, my knight in shining armor. What? Jeets. Oh, mag ik nu haar gaan kennen? Hurry, my friend. We must not let her escape with the wand. Maak haar dood! Ah, oh. Praten. Thank you for retrieving the wand. With it, I shall raise an unstoppable army of the dead. Am I puppet? How so? To restore the souls of the dead to their bodies, yes. I have little need for self-aware living minions. The living require food, rest, shelter. They're far too high maintenance. An army of obedient undead warriors will be more than adequate for my needs. The ghostly centaur you fought cut this horn from her dead sister's head. She hoped to use it to restore her herd to life. The wand can only restore the souls of the dead to their bodies if wielded by one who is completely virtuous. When Fern took Elora's horn and used it, the risen dead were corrupted. The undead centaurs turned on Fern and killed her. Surely you would suffer the same fate. Your intentions are far from pure. The guardian of the wand fell short of her sister's virtue, but despite her flaws, there was still a spark of goodness in her. Ik ben bijna klaar. It is why she still clings to this work. The undead she raised. Now you die. Kom dan. Oh, nu gaat ze zo dood. Eindelijk. Nee, zeg Owen. Jij bent stom. Let op. Ik recht de wand en ik kan zijn ziel weer genezen. Hij en het geluid zijn het weggevallen. Dat is wel minder. Bloep bloep. Bloep bloep. Bloep bloep. Bloep bloep is niet zoveel. Nalen en zombies zijn langzaam. Eens kijken. Yeah. Bam, daar zijn. Mooiste is, ze gewoon in zijn zwakke leek, dus ik kan met gemak aan. Ktoenk, ktoenk. Pook. Ktoenk. Ktoenk. En woehoe! Ktoenk. Tok. Ktoenk. Ktoenk.
Dunk. Bogue. Ah, jammer. Thank you. Okay, go. I got to dig it up. Forget it. Kom hier, jij. Jee, strength XP. Nee, ik kon niet praten. Miss. Go. Go. Damageverlaging. Get away from me. Oké. Okay. Hé, hey, niet daar. Ho, ho, ho. Dat doet waarschijnlijk heel veel pijn. Damage verlagen. Ja, poke. Damage over time. Oké, dat wilde zeggen. Kill the zombie. Het is een skelet, hè. Het is een skelet. Oké. Bam. Wauw. Oh, snap. Hi. Nu ver. Ben dood. Nee, jij moet dood. En. Ha! Dodge! Haha. Ik loop om de grens als er niks kan raken. You shall live again! Nee. Kijk, het nadeel van zo'n skeleton is. Ze vallen uit elkaar. Oh, dat ging niet goed om dat tegen te hebben. Waar is die andere? Oh, daar. Eens zien. You cannot hide forever. Al jij zit in het midden, jij kan niet verstoppen. If you want something done right, get back. Ja, nee. Man mode. Boom. Nou, was mis, dat is jammer. Suffer! Als het nou een rangewapen had ofzo, was het veel chiller geweest. En de lag is ook niet heel fijn, omdat ik aan het twitten ben. Get away from me! Nee. Kom hier jij. Curse you! Miss. Die! Miss. Oh, die is wel raak, oké. Rise from your grave! Pak de skeleton! Oh, wacht. Het is een 3x3 area dat het pijn doet. Oké. Goed om te weten. You cannot defeat my magic. Bij jou wel. Woehoe! Wee. Come out and play! Annie! Begon! Hey. Er is geen skeleton, als je even wacht. Daar zit ik zo'n ding boven. Kal skeletons. Weet ik. Witness my full power! Suffer! Niks is, is alsnog get niks. Back. Oh, ik gebruik food. Oh. Ja, nee. Kan je stunnen? Oh, ik kan ook. Oh, nee, ik kan niet. Ik kan er wel stunnen. Wow. Go away! Nee. Ik kan mij nog ultimate en nu doet pijn. Curse you. Oh, fuck jou. Hier, bot. Bam. Nou, dat is een lage hit. Yeah. Nou, wat zal ze hebben? Oh, ze heeft de wand. Well done. You have a wand. If we hurry, we can restore Sir Owen to life. Oké, dan gaan we terug. Yo, zwakkeling.
Ik wil hem looten. Oh, ik heb zijn schild gehaald. Ha! Yes, courage. Ik ga eens met Tardom praten. Ik geef hem gewoon. Alsjeblieft. Als ik Saradom in mijn vertrouwen krijg, kan Saras opstaan. Beetje een aparte arm, vind je niet? Maakt niet uit, ik heb je schild. Alas, I was able to return Sir Owen to his body, but he is corrupted. Sir Owen's body is contaminated with the rot of the grave. His mind and his heart will soon follow. Okay, what betekent dat? Sir Owen's body is contaminated with the rot of his mind and his heart. Zijn we te laat? No, it seems that I have been deemed unworthy. Oh! I returned Sir Owen to life, but I could not eradicate all of the corruption in him. It seems that I am not unsullied by my decisions. I cannot wield the wand's full power. I have made difficult choices. I have sacrificed others for my cause. I believe it is for the greater good, but my actions have tarnished my soul. Okay, hoe kun je nou? Weet je, dit gesprek is ook niet interessant misschien. Yay, ben ik daar. Ja, Axel. Zero en Shield, Code en Element Runes. Oké, ik had nog in die ding kunnen blijven voor wat extra XP en zo, maar dat doe ik nu niet. Je heeft net 4 nieuwe titles. Dus het heeft geen title. Oké. XP lamp. Yeah, 250 XP. Command lamp. En magic. Heals her own shield. Met een emote. Als het goed is. Bang on. Oké. Yeah. Quest done. Succes.